gezellig dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag een hele leuke video voor jullie, namelijk een shopvlog. En ik heb er echt heel erg veel zin in om jullie al mijn nieuwe herfstkleding te laten zien. Ik heb een heleboel items besteld op jurkjes.com en daar ga ik gewoon kort heel even iets over vertellen. Ik ga laten zien hoe alles staat en ik laat jullie weten hoe de stofjes zijn, welke maat ik draag. Ja, ik heb er heel erg veel zin in. Bekijk vooral even de hele video, want aan het einde van de video heb ik een super grote winactie voor jullie. En het lijkt me heel erg gezellig als je meedoet. Heb je zin in deze video, dan vast even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Laten we beginnen met de jurk die ik aan heb. Ik heb een hele mooie bordeauxrode jurk aan. Dit is denk ik wel mijn lievelingsjurk van jurkjes.com. Ik vind de kleur gewoon zo ontzettend gaaf. Het is een beetje, ja, bordeaux burgundy. Een kleur die ik niet zo vaak draag. Ik merk dat ik die in de winter toch best wel snel naar zwart of grijs neig. Dus ik vind het wel heel erg gaaf om dan weer wat anders uit te proberen. Deze jurk heeft een heel mooi colletje. Je kunt ervoor kiezen om hem zo te dragen zoals ik nu heb. Maar je kunt hem ook gewoon wat langer maken. Kijk. Dan is het echt zo'n lange col. En dit is echt zo'n lekkere snuggeltrui. Heerlijk. Ik hou ervan. Als het dan wat kouder wordt om deze trui aan te trekken. En lekker op de bank. Echt zo fijn. Maar deze is ook heel erg makkelijk te combineren. Zoals ik net al zei. Hij valt oversized. Hij heeft lange mouwen. De jurk valt net op boven je knie. Dus het is heel erg gaaf om er over knieboots bij te dragen. Maar ook met een panty en buckleboots kun je het heel erg mooi combineren. Ik denk dat deze trui heel veel mensen wel mooi zal staan. Hij is €39,95 en hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Ik heb hem nu aan in het rood. Hij is nog in het oud roze, in het grijs, in het groen, in het zwart. Alle kleuren die je maar wil. Ik ga hem jullie nu ook heel even in het oud roze laten zien. Dit vind ik toch ook wel een hele mooie kleur. Dit is dus hetzelfde modelletje als ik nu aan heb. Ook weer oversized, ook weer met die col. En dan in het roze. Heel erg leuk ook voor de winter. Net eventjes weer wat anders. En dit staat ook heel erg mooi met over knee boots. Heel erg mooi kleurt dit ook met grijs. En dit is maat... Oh, dit is one size. Dus deze past iedereen. Ik heb maat SM. Ik zit altijd een beetje tussenin. Dus dan hebben jullie een beetje een idee hoe die bij mij valt. Maar als jullie moeten kiezen, zouden jullie dan voor rood gaan? Bordeaux rood of voor oud roze? Let me know in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Nou gaan we door naar het volgende item. En het volgende item is een topje. Dit is een heel erg mooi lace topje. In de kleur zwart. Deze is ook nog verkrijgbaar in het wit. Maar ja, zeker voor het najaar vind ik zwart gewoon een hele mooie kleur. Combineer deze met een lakleren rokje en je hebt meteen een hele gave party outfit. Ja, dit is echt wel een van mijn lievelingstopjes, merk ik. Als ik een feestje heb, dan kan ik deze echt altijd heel erg makkelijk combineren. Hij heeft een wat hogere hals en hij schijnt een heel klein beetje door. En dat geeft meteen een heel erg feestelijk effect. Vinden jullie deze mooi? Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Hij valt wel wat korter. Dus het is wel slim om hem met een, ja, hoge rok te combineren of een high-waisted broek. Dan deze grijze trui. En deze is ook ideaal voor de koudere dagen. Hij heeft ook weer een colletje. En ik merk gewoon als het kouder wordt, vind ik colletjes heerlijk. Anders doe ik wel eens ook wel een warme sjaal om. Maar als je een colletje hebt, dan ja, heb je dat gewoon al niet meer nodig. Hij heeft lange mouwen. En in tegendeel tot deze jurk sluit de jurk die ik nu vast heb heel erg mooi aan. Dit is een wat strakkere jurk. Ik heb hier maat ML ingepakt. En ja, die past mij gewoon het beste. Dit is een mooie grijze kleur. En ook weer met over knee boots of met buckle boots staat deze heel erg gaaf. Dan dit roze topje. En dit roze topje is op het eerste gezicht best wel een basic topje. Het heeft een hele mooie oud roze kleur. En zoals je kunt zien kun je hem onderstrikken. Dat geeft dan wel weer een heel erg gaaf effect. Ik vind het ideaal om dit soort topjes te dragen onder jasjes. Ja, ik merk dat ik best wel vaak van die basic items mis. Ik koop dan vaak van die gekke, leuke, opvallende items. Maar die basic items zijn toch echt wel een must-have in je kast. Ideaal voor ergens onder. En zo is hij ook gewoon heel erg leuk. Ja, in het najaar zal het wel wat kouder zijn. Maar met een jasje over is hij echt top. En ja, die strik geeft dan toch nog heel even een leuk en speels effect. Even kijken welke maat ik hierin heb. Ik heb hierin maat S. Dan komen we aan bij mijn lievelingsjurkjes. En dat zijn toch echt wel deze. Ik heb deze zometeen ook nog in een andere print. En wie mij goed gevolgd heeft op Instagram heeft deze jurkjes vast wel voorbij zien komen. Ik heb ze in Rome gedragen. Toen was het nog heel erg lekker weer. Toen kon ik gewoon lekker met blote benen. Dat was echt ideaal. Maar ik vind dit dan ook, ja, perfecte jurkjes voor het najaar. En eigenlijk een beetje zomer- en najaarsjurkjes. In de zomer ideaal met blote benen. En in het najaar trek je er een mooie panty onderaan. En ja, dan kan dat ook gewoon prima. Hij loopt wat dieper uit bij de hals. En hij heeft daar hele gave ruffels. Hij heeft driekwart mouwtjes. En aan het einde van de mouwtjes zie je ook weer die ruffels.
En onder loopt het jurkje wat wijder uit. En ook wel die ruffels. Ruffels, ik word er gewoon helemaal blij van. En wat ik dan heel erg leuk vond bij het jurkje, ik had het gecombineerd met zwarte buckle boots. En toen had ik hier bij de taille ook nog zo'n zwarte buckle riem. Dat stond gewoon heel erg gaaf. Ik vind het echt een prachtig jurkje. Hij is donkerblauw met witte stipjes. En ik heb hier maatje M in. Ik heb maat M gepakt, want maat S valt best wel kort, vind ik. Voor degenen die het willen weten, ik ben 1,74. Dan kun je een beetje kijken hoe alles valt en hoe alles staat. Maar ik vind dit gewoon echt een prachtig item. Dan heb ik dat leuke jurkje dat ik jullie net liet zien ook in panterprint. En ik hou van panterprint. Alle panterprint lovers, doe even je duimpje omhoog. Ja, ik word hier gewoon helemaal blij van. Panterprint, het is dus hetzelfde modelletje, ook met die ruffels. Leuk om dus met een riempje te combineren. En ja, op vakantie had ik hier ook nog panterschoentjes eronder aan. En panterhaarband. Ik zal hier even een foto zetten. Sommigen van jullie vinden het misschien te overdreven, maar ik hou ervan. Maar doe hier zwarte laarsjes onder, een leuk zwart tasje. Ja, dat past hier natuurlijk perfect bij. En dan zijn we alweer bij het laatste item aangekomen. En voor degenen die net goed hebben opgelet, ik word blij van panterprint. Dus we hebben nog een panterprint item. Jee, deze is ook zo leuk. Dit is een heel erg mooi bikerjackje. Je sluit hem door middel van een zilveren rit. Hij heeft allemaal zilveren details. Hier heeft hij zilveren knoopjes. En aan de zijkant heeft hij zilveren ritjes. Even spieken of de zakken echt zijn. Nee, het zijn geen echte zakken. Het is voor de sier. Ja, en wat ik nu voel, hij is echt heel erg zacht. Dat wist ik helemaal niet. Een beetje een zwerde lookje is dit jasje. Ook bij de mouwtjes kun je het nog open ritsen. Even testen of dit wel echt is. Nee, is dit ook voor de sier? Oh nee, deze kun je wel open ritsen. Kijk. Heel erg leuk. En ik zie het ook al helemaal voor me met een mooi zwart jurkje. Ja, dit jasje staat natuurlijk ook overal op. En het is best wel een dik stofje, voel ik. Ja, dat is echt ideaal voor de koudere dagen. In dit jasje heb ik maat M. Nou, dit zijn mijn nieuwe herfstitems van jurkjes.com. Ik ben echt heel erg benieuwd welke items jij het leukst vindt. Laat dat zeker al even weten in de comments. En dan komen we nu bij het leukste gedeelte, namelijk de winactie. Ik mag iemand van jullie blij maken met 250 euro shopping money te besteden op jurkjes.com. Oh my god, 250 euro shopping money. Daar kun je zoveel leuke jurkjes mee shoppen. Ik hoop dat jullie net al wat inspiratie opgedaan hebben en wat leuke items voorbij hebben zien komen. Maar ja, mocht je nog meer willen zien, kun je natuurlijk altijd heel even op de website kijken. Want als je shopping money wint, mag je alles uitzoeken. Dus ik ben echt heel erg benieuwd waar jij voor zou gaan. Wat moet je doen om kans te maken? Abonneer je op mijn YouTube kanaal. Volg @LiekeWiemans op Instagram. Volg @jurkjes.com op Instagram. Doe je duimpje heel even omhoog. En laat zeker even weten in de reacties dat je meedoet. Dan maak je kans. Ik maak de winnares over 2 weken bekend. En wie weet ben jij wel de gelukkige. Lijkt me heel erg gezellig als je meedoet. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik jullie gezellig de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Dikke kus. Doei doei.